Leve de man die het bier uitvond. Hiep, 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 hiep. Hoera! Zoveel duizend jaar terug, ons land was enkel zee. Dronk men in China uit verveling thee. Maar wat een geluk voor ons, kwamen zij toen niet naar hier. Maar een badje vier kwam langs de Rijn op een lekker vatje bier. In een zonovergoten Assen Delft staan we met een bezorgde ondernemer voor de camera. En in dit geval is de bezorgde ondernemer Rens Degenhart. 60 jaar jong, zoals dat zo mooi heet. En Rens, jij hebt in begin maart, of in maart vorig jaar al begonnen het gedonder al. Ja. Je bent in de periode daarna nog een aantal keren, heb je nog heel even twee keer mochten we heel even open, twee keer. Dat was met de Pinkster, mochten de tweede Pinksterdag mochten we open. Prachtig mooi weer, succes. En daarna was het wat minder. Dus we hebben er niet zoveel aan gehad. En uiteindelijk moesten we weer dicht omdat de besmettingen omhoog gingen. Toen heeft de regering in de zomer nog een keer bepaald dat we wat versoepelingen kregen. Ja. Zijn we met de kermis, dat is hier al begin oktober, zijn we nog even open geweest. En daarna moesten we weer definitief dicht. Nou ja, tot nu aan toe. Tot nu aan toe. En dat raak je wel hoor, want we zijn nu echt te lang echt dicht. Echt dicht. En dan is ieder nadeel heeft zijn voordeel, is een uitdrukking. Ja, absoluut. Want je moet een pand huren of in ieder geval moet geld opleveren. Ja. Jij hebt het geluk, denk ik, dat jouw huurbaas zegt ik voel met je mee. Ja, die voelt zeker mee. Hij heeft meerdere horecapanden, zowel restaurants als cafés. En een restaurant dat nog doet aan afhaal en nog lekker wat centen kan verdienen, daar scheelt hij de helft van kwijt. En alle andere cafés die echt helemaal niks meer hebben, daar scheelt hij de volledige huur van weg. Nou, dat is natuurlijk de redding van de ondernemer, want als dat niet was gebeurd, dan waren wij failliet. Ja. Dat is een ding wat zeker is en dat zullen alle ondernemers met je eens zijn. We staan hier inderdaad voor het pand waarvan de deur op slot is. Dan zou je denken van, jij doet helemaal niks meer, want er is niks te doen. Nou, maar zo werkt dat. Een ondernemer heeft altijd wat te doen. Ja, ja, je kan twee dingen doen. Je kan bij de pakken neer gaan zitten. En denken van, ik ga het doen van de steun van de regering die we krijgen. En daar ben ik heel blij mee. En andere ondernemers ook, ondanks dat ze wel klagen. Krijg je niks, heb je niks. En met die steun en het opzetten van een webshop. Want we hebben natuurlijk zoveel bieren in de winkel. Ja, die wil je kwijt. Nou, die webshop plus een beetje steun zorgt ervoor dat je net je hoofd boven water houdt. Ja. En nu komt er natuurlijk een andere gelegenheid hier in Assen Delft. En dat is het starten van een huiswinkel, een fysieke winkel. Ja. En dat is natuurlijk van kroegbaas naar winkelbaas. Is dat een grote stap of maakt dat niet zoveel uit? Nee, de stap is op zich niet zo groot. Het product blijft hetzelfde, alleen de locatie is anders. Ja. Bij de een schenk je het in en heb je een lekker verhaal. En bij de ander pak je het in en zeg je tot ziens en hopelijk tot de volgende keer. Ja. Wij pakken de fiets, zogezegd, voor de kijkers. Ja. Want ja. We weten dat we het met de auto gaan doen. En ja, dan gaan we naar het nieuwe pand kijken. En dan denk je van bier, bier, bier. Maar een winkelpand vol met bier, ik ben zeer benieuwd. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Er staat nog niet zoveel. Het is zo dat ik heb een timmerman uit het dorp, Fred Reuter met zijn maatje. En die maken voor mij kasten waar de bieren direct ingestald worden. Maar ze hebben wat tegenslag gehad met het inkopen van het hout. Het was niet helemaal recht. Dus we hebben alles netjes keurig rechtgeschaafd en zijn nu aan het timmeren. En zaterdag komen de eerste kasten aan en gaan we vullen, werkelijk vullen. En dan moeten we op tijd klaar zijn. In de verwachting, de taverne, de tapperij, de toog staat vol met bier wat straks verplaatst moet worden naar de winkel. Ja. Maar het meest ontluisterende is eigenlijk, althans in mijn beleving, al die krukken op de bank. Ja, ik vind het zelf een erg triest gezicht. Dit is het café zoals een café nu tegenwoordig eruit ziet. En nou zijn de cafés die hebben het wel netjes voor de bar staan. Maar ja, ik vind dit even mooier. Het café is dicht en dit is het beeld. Ja. De benen omhoog als het ware. Ja, ja. Ja, nou ja, dat zeg je heel mooi, Kees. Dat zeg je heel mooi. En een flappentap die... Nee, geen flappentap, een flipperkast of hoe dat ook heet. Maar een speelautomaat die niet speelt. Het is allemaal te triest voor woorden. Ja. Maar er komen betere geen tijden. Geen sport op televisie. Geen sport op televisie, want dit café is natuurlijk vooral sportief gericht. Ja, ik heb een heel leuk clubje voor de Formule 1.
En dan zitten we met elkaar hier, er staan grote tafels in het midden, zitten we ja, van begin tot eind zitten we dat te bekijken en te bespreken met elkaar. Ja, dan heb je kenners erbij zitten. Sommigen die rijden ook wat duurdere merken en die hebben dan echt verstand ervan. Hè? Fantastisch. Echt. Dat zijn mijn middagen. Dat is zo mooi. En dat zijn de oudjes uit het dorp. En ze weten ook alles. En van iedereen. Ja, ja jongen, dat is genieten. Dat je is hebt genieten. Geen krant nodig als je dat soort mensen hebt. Nee. Jij zit ook op een prachtig punt natuurlijk hier in de hotspot van Assendelft. Mag je het wel noemen. In jouw achtertuin als het ware een sportcomplex. Ja, ja. Is dat goed te combineren, sporten en drinken? Ze hebben zelf een prachtige kantine natuurlijk. En die wordt, dat mag ik best wel zeggen, die wordt erg goed uitgebaat door een aantal mensen. En ze doen heel veel voor hun leden. En ja, vroeger was ik altijd blij als ik bij WFC zat in de kantine en er werd wat georganiseerd. En soms dan denk je dat ze dat nou net doen terwijl ik dat heb. Maar ja, zo is het nou eenmaal. En ik vind, een club moet er voor de leden zijn, een café voor zijn gasten. En zo heeft iedereen zijn eigen ding. Ja. Elkaar wat gunnen, heet dat in. Ja, precies, Kees, ja, precies. Okay. Ja. Wij drinken, tot we zinken, beter zat. Epicentrum van Assendelft, een kruispunt waar iedereen wel weet waar het is. Zijn we nu aangekomen, iets verder in het dorp. En op de buiten de pui staat nog Van Assema. Ja. Van Assema was of is van oudsher de schilder in het dorp. Klopt. Huisnummer. 524, of tenminste, Van Assema is 530 ja. En ik ben 524. En ik is in dit geval Rens Degaard, die zijn winkel druk bezig is aan het in te richten. Ja. En de glimlach op je gezicht verraadt dat je dat met heel veel plezier doet. Nou, het zijn meer zorgen. Als ik zorg heb, dan lach ik, want ik vind een chagrijnig gezicht ook niet alles, hè? Nee, even serieus. Ik lach omdat ik gewoon onwijs blij ben dat mij de kans wordt geboden om hier een winkel te beginnen. Ik heb altijd al een bierwinkel willen hebben, erbij. En ja, en nu door de corona, deze mensen stopten met de winkel en wilden verkleinen. Wat mij de mogelijkheid bood om hier al in een mooie ruimte een winkel te beginnen. Zo is het natuurlijk ontstaan. Inmiddels is het interieur wat aangepast. Je bent nog lang niet klaar. Nee, wat dat betreft. Nee. Je vertelde net al dat je 400 bieren straks hebt staan. Ja, tussen de 400 en de 450. En de max wordt 500. Want soms zijn de bieren nog niet helemaal op. Ik zit nu op zo'n beetje 400 bieren. Dat zullen de 450 zijn als alles geleverd is. En het maximum is 500. Ik vind ook niet dat je meer bieren moet hebben. Want als jij in een winkel binnenkomt, je bent op zoek naar een biertje. Maar je bent een uur aan het zoeken. Voor je biertje hebt gevonden, word je niet vrolijk. Dus gewoon lekker overzichtelijk. Bieren bij elkaar. Mooi winkel. We kijken even stiekem rond en dan zien we nu nog lege muren. Ja. En jij hebt daar al een heel plan van aanpak voor. Zoals ik eerder al vertelde, Fred Reuter en Erik Nagelhout, die zijn nu van Steigerhout zijn ze kasten aan het bouwen. En dat brandt dus ook. Het wordt gebrand Steigerhout. Echt heel mooi. En wat de bedoeling is dat hier een hoge kast komt, twee lagere kasten. Een hoge kast, hoog, twee laag en hoog. En dat doen we ook aan de andere kant. Dus dat je twee gelijke kanten hebt. En in het midden komen ook kasten, maar wat lager, 1,40 meter hoog. Zodat je een mooi overzicht van de winkel blijft houden. En dan zie je daar natuurlijk die eyecatcher, de balie. Hij is nu nog behangen met een behang van de winkel. Maar Brouwerij het Uiltje heeft een ontwerp gemaakt. Brouwerij het Uiltje komt uit Haarlem. En die gaan die hele balie bekleden met hun kenmerkende personen die hun bieren vertegenwoordigen. Meneer de Uil komt daar niet in voor waarschijnlijk? Nee. Meneer de Uil zit er niet bij, nee. Wat ik me afvraag, 400 tot 500 soorten bier. Daar zit allemaal een percentage in. Alcoholloze bier, is dat bij jou ook te vinden? Ja, zeker. Ik denk dat ik tussen de 15 en de 20 soorten heb aan alcoholvrij. En dat is van een IPA tot zelfs een Weizen, een Duitse Weizen met geen alcohol. Of geen alcohol bestaat eigenlijk niet. Hè. Het is altijd 0,2 tot 0,5. En dat, wordt dan dat is dan alcoholvrij. Ja, want er zijn natuurlijk merken die met 0,0 prominent in beeld zijn. Dat is dan een beetje valsheid in geschriften. Ja, nou, het is gewoon heel moeilijk om al het alcohol eruit te halen. En het blijft natuurlijk een product wat zelf alcohol maakt, hè? Met brouwen. Dan met het vergisteren komt er gewoon alcohol. Ja, dat is geen ontkomen aan. Nee.
Er moet nog heel veel gebeuren, maar jouw kennende gaat dat lukken. Per wanneer is dit circus geopend? Nou, we gaan donderdag 1 april open. Dat is absoluut geen grap. En ik vind het een hele mooie datum, want iedereen die heeft het erover, 1 april. Maar eigenlijk, het is gewoon het nieuwe kwartaal van de belasting. Het tweede kwartaal van het jaar. Oké, en laten we dan daarmee afsluiten dat we op 1 april het tweede kwartaal met een biertje gaan openen. Rens, namens iedereen denk ik heel veel succes met wat je gaat doen. Ja, dankjewel.